Ainda são dois de passar. In onze ogen is het sowieso een winnaar, maar los daarvan wil ik wel even aangeven dat dit echt twee toppers zijn, vind ik echt. En we hebben een uur in de vuurlijstdag en de winnaar, die komt uit de Rode Hoek. Ja! Maar ook een enorm applaus voor Joanne Rodenburg. Ja, dames en heren, graag het gangpad vrijmaken na deze...